Welkom bij Excelsior 31 TV. Het mediakanaal van Excelsior 31. Samenvattingen. Interviews. Reportages. Ja, voor me staat John Gielink voor de laatste competitiewedstrijd Dato Excelsior 31. Excelsior 31 heeft zich vorige week gelukkig vrijgespeeld. John, je bent nu 2 jaar assistentcoach bij Excelsior 31. Hoe is dat bevallen? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk daar met heel veel plezier op terug. Ik heb 2 fantastische jaren gehad, zowel met Demmers als met Hans. Ik heb ontzettend goede klik gehad met beide trainers. Nou ja, dan kom je bij een vereniging Excelsior. In het begin is het even kijken van hoe ontwikkelt zich dat allemaal. Nou ja, als je hier dan een paar jaartjes rondloopt of 2 jaar rondloopt. Nou, dan merk je wel hoe groot deze club is. Maar ook hoe mooi deze club is. Maar ook zeer kritisch. Daar kun je wat van vinden. Aan de ene kant kun je ook zeggen, mensen zijn kritisch. Maar dat betekent ook dat ze betrokken zijn bij de club. Dus dat maakt het ook wel weer mooi. Je weet dat je assistent bent. Dus dat is een andere rol dan hoofdtrainer zijn. Ik had niet echt verwachtingen. Zeker het eerste jaar was voor mij wel. Ik had goede verhalen gehoord over Dennis Demmers. Ik vond de hele eer dat Erwin Lons mij toen benaderde om samen met Dennis te gaan samenwerken bij Excelsior. En dat was echt een kans voor mij. Nou, die heb ik dus ook gelijk aangegrepen. Daar hoefde ik geen minuut over na te denken. En ik vond het gewoon geweldig. Ik heb gewoon 2 fantastische jaren gehad. Nou, ik sta hier toch wel met een beetje een dubbel gevoel. Je weet dat er altijd een keer een moment komt dat je gaat vertrekken. Nou ja, vandaag is dan het moment. Nog 1 wedstrijdje en dan is het klaar. En dan is het toch een hele knappe prestatie om 1 wedstrijd voor het einde van de competitie veilig te zijn. Ja, kijk, er was een moment dat de trainer, dat Hans misschien ter discussie stond. Maar ja, ik vind dat de club dat fantastisch gedaan heeft. Kijk, het makkelijkste was geweest om te zeggen van we sturen Hans weg. Maar dat was niet de oplossing, denk ik. Kijk, rust is het belangrijkste wat er is. Kijk, we wisten dat we goede, en we weten ook dat we goede spelers hebben. Alleen, op een gegeven moment moet het gaan draaien. Nou ja, uiteindelijk is dat dan gebeurd. En niks meer dan lof. We hebben de laatste weken resultaat gepakt. Nou, en ik denk dat wij op een hele goede manier erin zijn gebleven. Nou ja, en dan helemaal, als je dan ziet zoals vorige week, zo'n kraken tegen Geenemuiden. Nou ja, en dan zijn er andere uitslagen zijn ook nog even gunstig. Nou, dan is het in 1 keer klaar, dan ben je veilig. En ik wil ook graag afscheid nemen met Excelsior in de topklasse. Kijk, ik ben na 2 jaar assistent ben ik wel voor mezelf, vind ik. Ik ben toe om zelf een keer weer voor de groep te gaan staan. En daarnaast heb ik niet voor niks dat diploma gehaald. Daar wil ik graag wat mee doen. Ik heb wel wat aanbiedingen gehad van 3e klasses, 4e klasses. Die heb ik keurig afgezegd. En dat is niet omdat ik dat groot voor voel. En ik zeg ook niet dat ik ooit nog een keer, dat ik nooit meer een 3e of 4e klasse ga trainen. Maar ik wil graag op zo hoog mogelijk niveau. Ik ben ook ambitieus. En toen kwam Richters Bleek. Nou, ook daar hoefde ik niet over na te denken. En we hebben 1 keer met elkaar gepraat en het was klaar. Nou, hartstikke mooi. Even over de wedstrijd van vanmiddag. Mensen zeggen ja, dat is omdat des keizers baard. Maar dat is niet zo. Want we spelen nog voor de 3e periode. Ja, we kunnen inderdaad, hoe raar het ook allemaal klinkt en gaat. We kunnen inderdaad nog een periode halen. Mocht Rijnsburg verliezen van Lisse. En wij, of gelijk spelen. Of gelijk spelen en wij winnen hier vandaag. Dan kan het maar zo zijn dat je dus een periode pakt. Wat inhoudt dat je dus de eerste bekerronde van Amstel Cup dat je vrij bent. Ja, door de blessures krijgen toch een aantal spelers de kans zeg maar, om zich vandaag ook te laten zien. Net zoals Reno Timmerman en Marco ter Bosch is voor hun toch ook een leuke aangelegenheid. Ja, nou goed, dat zijn jongens met potentie. Dat zijn jongens die misschien in de toekomst wel Excelsior 1 kunnen halen. Nou ja, er zitten wat jongens op de bank. Zoals Gert-Jan Schulting, Robin Scheer. Dus wellicht dat die jongens misschien ook nog hun minuten kunnen maken vandaag. Maar goed, ik ben wel heel eerlijk. Ik ben wel heel benieuwd hoe die 2 jongens het vandaag zullen gaan doen. Reno heb ik al eens een keer gezien in een oefenwedstrijd bij DWS. Moet ik eerlijk zeggen, maakt niet een hele goede indruk. Nou ja, dus en Marco, die kan ik beoordelen op de trainingen. En ja, ik denk dat Marco zeer zeker een talentvolle jongen is die wellicht ons nog zal verbazen. Uit Hilde Omtrek zag men zaterdag bij de lijn en dat ik voor die jongens... Ja!
De stand is in de 41ste minuut 0-1 geworden en volgens onze waarneming was het nummer 21 Marco ten Bolster. De stand is in de 63ste minuut 0-2 geworden, doelpuntenmaker Denis Mamoudov. Thank you.
65e minuut, 0-3, doelpunt te maken, wederom Denis Mamudov met nummer 11. Wissel in het elftal van Excelsior 31. Marco ten Bolster met nummer 21 heeft het veld verlaten en in zijn plaats is gekomen Maarten Smit met nummer 20. En zo wordt nummer 5, Jan Borghuis, van het veld gedragen. Jan, bedankt waarschijnlijk voor je bewezen dienst voor Excelsior 31. Succes verder. Het was op zich een lastige keuze. Maar uiteindelijk heeft de drukke werkzaamheden wel de doorslag gegeven om een stapje lager te gaan voetballen. Een stapje lager betekent volgend jaar waarschijnlijk Excelsior 5. En dan ga ik door de week in de zaal voetballen, zodat ik iets minder verplichtingen heb, zeg maar, op de zaterdagen en de weekenden. Oké, dus je kon gezien jouw programma, zeg maar, gezien je werk, kon je niet meer 3 keer trainen in de week? Nee, het werd dit seizoen al lastig. Ik moest nog een openstaande promotie die ik bij de Universiteit Groningen doe, die moest ik nog afronden. Die is nu bijna af. En daardoor kon ik dit seizoen al weinig trainen, tweede helft van het seizoen. Met het oog op de toekomst denk ik, ik ga even een stapje terug doen, iets rustiger aan. Nou, je moet ook op je gevoel afgaan en gewoon naar jezelf kijken. Je bent een aantal jaren weg geweest naar ACV in Assen, maar hoeveel jaar heb je daadwerkelijk bij Excelsior gevoeld, Jan? Als je de jeugd erbij rekent? Ja? Ja, daar kom je aan het tellen. Ik denk dat ik op mijn 10e ben begonnen en ik ben nu 27. Dan haal je daar 3 jaar af, zit je op 14 jaar denk ik. 14. Nou. Het is toch hartstikke mooi bij Excelsior te voetballen. En ik neem aan dat je toch wel eens bij het eerste nog komt kijken volgend seizoen. Ja, zeker. Ik kom zeker kijken. Als ik kan, dan ben ik erbij. Hoe heb je de 2 jaar, zeg maar, want 2 jaar speel je in de topklasse. Hè? Hoe heb je dat ervaren hier? Ja, je kon duidelijk merken dat het weer een stapje hoger was dan de hoofdklasse waar ik met ACV eindigde, zeg maar. Het was echt een uitdaging in het begin ook. Ik zag wel dat ik wat moeite had om aan te passen aan de tempo. Maar nou, het eerste seizoen, op een gegeven moment kreeg ik een basisplaats. En dat was natuurlijk fantastisch. En dit seizoen een beetje een stroef begin gehad in de competitie. Ja, iedereen eigenlijk, hè? Ja, klopt. De hele ploeg draaide wel, maar het viel net verkeerd steeds. Maar als je nu ziet hoe het afsluit, dat is toch mooi. Ja, dat is toch super, hè? Want na 11 wedstrijden heb je 4 punten en je hebt het einde van het seizoen heb je 40 punten. Dus in 19 wedstrijden heb je 36 punten gehaald. Dus eigenlijk een prestatie op zich. Ja, volgens mij als je die wedstrijden bekijkt, staan we zo'n beetje bovenaan op de ranglijst samen met Katwijk, denk ik. Dus dat is een hele prestatie. Hè? Ja, namens Excelsior Televisie wil ik jou hartelijk danken voor de mooie jaren die je bij Excelsior gevoeld hebt. En we hopen je graag weer terug te zien op de Koerbelt, Jan. En veel succes met je carrière. In de zaal en bij het 5e. Gaat goed komen, dankjewel. Jullie ook bedankt voor alle opnames. Oké, graag gedaan, Jan. Ja, en dan heb je ook nog een periode, dus een beetje onwerkelijk nog, moet ik zeggen. Na vorige week veilig en dan nu ook nog een periode. Ja, het is een bizar seizoen. Hè. Dit past wel wat dat betreft in ons seizoen. Ja, maar wel een mooie afsluiting, hè? Want we hebben het er vaker over gehad. 4 punten na 11 wedstrijden. Nou, daarna pak je punten. Dus 36 punten pak je in 19 wedstrijden en je pakt ineens een derde periode. Dus
eigenlijk geslaagd seizoen? Achteraf dan, hè? Ja, ja. Ik heb liever de volgende seizoen een iets ander seizoen, hoor, als je het niet erg vindt. Maar uiteindelijk zijn we erin gebleven. Er was op een gegeven moment gewoon de doelstelling van... op voorhand hebben we gezegd van we willen gewoon in het linker rijtje eindigen. En ik denk uiteindelijk, qua voetbal, qua ploeg, hadden we daar ook kunnen eindigen. Maar dan had het iets meer mee moeten zitten. Maar als je 11 wedstrijden 4 punten hebt en dan is er nog maar één doelstelling en dat is handhaving. Nou ja, dat is vorige week gelukt en dan heb je nog een kans om een extraatje te pakken met een periodetitel. Nou, daar zijn we voor gegaan vandaag, heb je denk ik wel kunnen zien. Ondanks een aantal afwezigen, maar de jongens die erin stonden hebben dat voor mij prima gedaan. Dan moet je een beetje geluk hebben wat er dan natuurlijk in Rijnsburg-Lisse wat daar gebeurt. Dat viel in ons voordeel en hij is binnen. Conclusie, een knotsgek seizoen. Ja, het is wel het meest gekke seizoen uit mijn carrière. En dat is, ik ben er niet zo heel lang, laat ik zo zeggen, een jaartje of 12 inmiddels hoofdtrainer. Dit zo'n gek seizoen heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, maar als je dan ook kijkt naar de gevestigde orde, Spakenburg, IJsselmeervogels. Volgens mij hebben we IJsselmeervogels zelfs ingehaald of gelijk, dat weet ik niet. Maar ja, die doen altijd mee om de prijzen en nou doen ze onderin mee. Dus heel raar seizoen. Ja, nou, dat geeft wel aan dat ook die clubs in de topklasse heel goed moeten scouten en spelers moeten halen. Want anders worden ze ook voorbij gestreefd door clubs zoals, noem maar op, Katwijk of Barendrecht of wat staat er allemaal boven. In Hardenberg. Laten wij volgend jaar zorgen dat we aan die linkerkant ergens gaan eindigen. Dan zou het fantastisch zijn. Namens Excelsior Televisie wil ik jou toch feliciteren met behoud in ieder geval, met de derde periode. We hebben heel veel interviews gehad dit jaar en het waren altijd prettige interviews met jou en hopen dat we volgend jaar ook weer van die mooie interviews mogen houden. Maar dat je het niet zo spannend houdt tot het laatste moment, Hans. Nee, dat zijn we niet van plan, dus laten we daar maar op houden. Jullie ook bedankt en volgende week nog even afscheidswedstrijdje van iedereen en dan gaan we lekker even een paar weken ertussenuit. Prima, dankjewel. Okay. Excelsior 31 TV. Direct de nieuwste video's ontvangen? Volg ons via twitter.com/Excelsior31 TV.